Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit Jurie Mulder in Stadion Europa. We kijken vandaag naar de wedstrijd tussen FC Basel en Real Madrid. De thuisploeg heeft grote moeite om voor eigen publiek te winnen. Wat dat betreft scoren ze slecht hoor, het slechtst van de competitie. Nou, het lijkt me lastig als supporter. Ze bakken er niets van op eigen veld. Creëren te weinig kansen, geven te veel doelpunten weg. Nou, hopelijk gaat het vandaag beter. Dit team heeft zich gespecialiseerd in pressievoetbal, waarbij ze de tegenstander continu onder druk proberen te zetten. Over het hele veld hoor. Gaat dat lukken, denk je, met dit team? Ja, dat denk ik wel, Evert. En dat is gewoon ook hun manier van spelen. Ze proberen altijd overtal van spelers rondom de bal te hebben. En dan de bal proberen af te pakken. Ja, ze zijn heel goed in dat pressievoetbal. Real Madrid gaat in deze opstelling van start. Dit elftal speelt 4-3-3. Dat is jou niet vreemd, hè? Nee, voor een centrumspits is het heerlijk om bediend te worden via de vleugels. En wij in Nederland kennen dit systeem natuurlijk als geen ander land. De aftrap is genomen en we zijn begonnen. Hopelijk krijgen we veel moois te zien vandaag. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. Eens kijken of ze de luchtmacht weten te bereiken met deze vrije trap. De bal wordt voorgeslingerd. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Wat een... Hij is er door. Voorzet laag over de grond. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet lang op hoeven wachten. Nu zal de tegenstander moeten komen, Evert. Hij zit er nog wel aan, Jurie. Ja, maar het was niet genoeg om de bal uit het doel te halen. Laten we die goal nog maar eens bekijken. De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Matuidi. Ashley Barnes. Kingsley Coman. De eerste 5 edities van wat toen nog de Europa Cup 1 heette werden gewonnen door Real Madrid. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Uitgelezen kans om te scoren. Hij heeft al laten zien dat hij het kan hoor, scoren, maar deze gaat er niet in. Het is wachten op meer kansen, Evert. Williams. Kingsley, kom aan. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Christophe Kramer. Ashley Barnes. Matuidi. Die bal wordt onderschept. Komt hier een kans aan. Dat leek een gevaarlijke voorzet, maar hij gaat aan alles en iedereen voorbij. Op de wreef en een schot. En die gaat meters naast. Komt dichter in de buurt van het doel.
uithalen zou ik zeggen. Die bal is voor de keeper. Christophe Kramer. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Ashley Barnes. Sigurðsson. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. En meteen al een vrije trap. De keeper pakt de bal simpel op. Hij is er voorbij. Kingsley Coman. Die speler schudt de verdedigers af en hij slaagt er bijna in om een schitterende actie af te ronden. Zonder dat hij er niet in gaat. Ja, de verdedigers worden er trouwens helemaal tureluurs van. Matuidi. Sigurðsson. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes en allemaal goed. We zijn net begonnen en de scheidsrechter moet nu al fluiten voor de eerste overtreding. En die wordt weggewerkt. Het opjagen van de tegenstander levert balbezit op. Christophe Kramer. Garay. Bruma. Daar komt de kans. Daar is de poging. Hij scoort. En hij maakt zijn tweede. Hij is niet te houden vandaag. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Sigurðsson. Pulisic. Ashley Barnes. Chatley. Ja hoor, alle ruimte om nu te scoren. Dat is een goal. Een hattrick en niet zomaar eentje. Stuk voor stuk juweeltjes. Wat een geweldig moment voor deze speler. 3 goals op een rij, een hattrick. Hij speelt fantastisch vandaag. Hij ruikt zijn kansen en hij maakt ze allemaal af. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Matuidi, Ashley Barnes, Williams stuurt de hele achterhoede het bos in. Het schot. De hoekschop gaat zo genomen worden. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Een doelpoging uit die corner, maar de bal gaat er niet in. Als we zo doorgaan, zal hij op een gegeven moment toch wel ingaan. Williams. En nu uithalen. Uitgelezen kans om te scoren. Daar komt de corner.
De corner wordt diep getrapt. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. En corner. De hoekschop komt in het strafschopgebied. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Schindler. Trap. Komt dichter in de buurt van het doel. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Christophe Kramer. Sigurðsson. Bruma. Matuidi. De scheidsrechter geeft een vrije trap. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Hij zit erin. Torenstik noemen ze dat in Duitsland. Loer op dat ene kansje en er staan als die bal voor het doel komt. Keurig afgerond. Real Madrid blijft maar aanvallen. En dat pakt goed uit, Evert. Het kan natuurlijk ook niet veel meer misgaan met deze voorsprong. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Matuidi, Sigurðsson. Het thuispubliek is er stil van. De tegenstander domineert de wedstrijd volledig. Ja, dat is een vrije trap. Matuidi, Garay. Real Madrid kan opstomen langs de zijkant, want het ligt helemaal open daar. Koeman tussen de palen. En die bal gaat erin, het scheelt heel weinig. En hier is de aanvoerder van het elftal trefzeker. Ja, hij drukt echt de stempel op deze wedstrijd. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Hij speelt de hele dag al goede passes. Garay. Sigurðsson. Pulisic. Matuidi. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Bruma. Kingsley Coman. Speelt hij de bal af of gaat hij alleen door? Christophe Kramer. Daar zit de tegenstander tussen. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Matuidi. Ashley Barnes. Die bal is voor de tegenstander. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Christophe Kramer. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Zo scherm je een bal af. Volgens mij heeft de doelman ambitie. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Overtreding, vrije trap. Willy Orban. Matuidi verovert de bal.
Hij weet die paas te onderscheppen. Gaat die bal erin voor Real Madrid? Kom aan. Sigurdsson. Christophe Kramer. Overtreding. Vrije schop. Schindler. Aogo. Een lange bal om het spel open te breken. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken. Doelpoging. Ingreep door de keeper. Wat heeft hij voor ons in petto? De bal wordt in de 16 gebracht. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Kingsley, kom aan. Bal voor het doel. Nasser Chadli. Vrije trap. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het dat oplevert. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Hij weet die bal weg te werken. Gregory van der Wiel. Nu schieten. Een ouderwetse stift. Zo, wat een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex, Evert. Schitterend om te zien. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Die bal is weg. Trap. Een grote mogelijkheid, hoor. Wat hebben ze die keeper gevoerd? Goed gedaan van de doelman. Bruma. Matuidi. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Gregory van der Wiel. Aogo. Trap. Wat gaat die keeper nou doen? Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Sigurdsson. Matuidi. Matuidi. Christophe Kramer. Hij wordt opgejaagd op eigen helft. Kurzawa. Bruma. Garay. Sigurdsson. Wat een slordige paas toch. De tegenstander kan de... En dan is het rust met 5-0 op het scorebord. Ja, daar sta je dan met zo'n comfortabele voorsprong. Ik hoop dat ze niet op hun lauren gaan rusten na rust. Nee, voor de toeschouwers zou dat niet fijn zijn. En de kunst is natuurlijk gewoon om gewoon door te gaan. Veel goals gezien in de eerste helft. Als de doelpunten in de tweede helft niet van die andere ploeg komen, dan wacht ze een treurige avond, hoor. Aangeraakt door een tegenspeler. Inworp dus. Gregory van der Wiel. Kom aan. Het gevaar wordt afgeslagen. Nasser Chadli. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Dat is een vrije trap en van deze afstand zullen ze denk ik wel op doel gaan schieten. De keeper moet de muur goed neerzetten, want dit is een gevaarlijke plek voor een vrije trap. Prima bal. Wat scheelt het daar, man? Centimetertjes. Uitstekend genomen vrije trap. De bal daalt iets te laat, waardoor hij over het doel verdwijnt.
Garay. Volkomen terecht dat de scheidsrechter het spel niet stillegt. Ze blijven in balbezit en zo hou je tempo in het spel. Ja. Komt dat schot? Oh ja! We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Matuidi. De tackle wordt niet bestraft, doorspelen dus. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Nasir Chadli, vol geraakt zeg. We wachten op de corner. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. We lichten hem er niet voor niets uit. Hij staat sterk te spelen. Dat ben je vast met me eens, Jury. Hij laat zich met al zijn schoten positief gelden. Benut de ruimte die hij krijgt om de doelman een aantal keren op de proef te stellen. En maakt een goed doelpunt. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Kingsley, kom aan. De bal strandt ergens in de verdediging. Matuidi. Garay. Overtreding, vrije trap. Hij is er door. Dit wordt menens. Doelpunt. Weer zit hij erin. Volgens mij heeft die speler nog geen kans gemist vandaag, Jury. Ja, soms heb je zo'n wedstrijd, hè. Nou, ik kan je zeggen, dat geeft een heerlijk gevoel. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Matuidi. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Real Madrid kan opstomen langs de zijkant, want het ligt helemaal open daar. Dit is een grote kans hoor. Goal! Ja, wat moet je daarmee als verdediging met zo'n meegekomen keeper? Wie hoort die speler te dekken? Je weet het nooit met deze doelverdediger, Evert. Maar ik denk dat er niemand was die hier rekening mee had gehouden. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Matuidi. Garay, Sigurðsson. Hij weet die pas. De scheidsrechter fluit voor een vrije schop. Verdediging staat ze in de weg. Kingsley, kom aan. Overtreding tegen Real Madrid. Prima schot. De doelman pakt die bal met overtuiging.
Matuidi, Sigurðsson, Ashley Barnes. Prima afgeschermd door die bal. En nu uithalen. Ai, daar had meer in gezeten. Wel complimenten voor de keeper hoor. Goeie redding. Ja, maar van dat soort kansen krijg je er natuurlijk niet veel. En het gevaar is eruit gehaald. Hij gaat ervoor. En de keeper heeft hem zonder problemen. Hij komt de bal maar ophalen. Kom aan. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Wat een slordige paas toch. De tegenstander kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. Williams. Matuidi. Ashley Barnes. Sigurðsson. Dat is een vrije trap. Hier kon je op wachten hoor. De trainer straft zijn beroerde spel af door hem naar de kant te halen. En waarschijnlijk is dat maar beter ook. Hij moet deze wedstrijd snel vergeten en op naar de volgende. Ze slingeren de bal voor. Bruma. Matuidi. Christoph Kramer. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Wat een waanzinnig schot. Op de paal. Chatli. Wat een ruimte voor Real Madrid in de vleugel. Ik zou maar uithalen. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. José María Jiménez. Vrije trap. Sigurðsson. Pulisic. Daar wordt de bal prima afgeschermd. Amateuristisch gespeeld. Daar hoeft de tegenstander niet eens moeite voor te doen. Real Madrid kan opstomen langs de zijkant, want het ligt helemaal open daar. Het schot. Doelpunt Real Madrid. En wat een doelpunt. De doelman begreep pas wat er gebeurd was toen de bal al in het netje lag. Ja, geweldig even. Maar ja, vooral de paas, die was fantastisch. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Ja, Rai. Wood. Sigurðsson. Christoph Kramer. Bernardo Silva. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Kevin Trapp. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog net iets meer dan 15 minuten. Wie weet levert dit een kans op. Hij doet het. Knap hoor, zoals hij zijn lichaam voor de bal draaide. Nog een corner. De bal wordt voor het doel gebracht. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Bernardo Silva. Ingooi. Garay. Matuidi. Sigurðsson. Er ligt ruimte aan de zijkant. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien. Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat... Oh, hij komt eraan. Coman. Via de paal en terug.
Hij heeft de ruimte voor een voorzet. Ja, dit gaat goed. En het wachten is op Real Madrid dat gaat ingooien. Gaat op het doel af. De bal wordt tegengehouden voor het doel. En we krijgen weer een corner. Hier hadden we eigenlijk geen doel en technologie bij nodig, Jury. Wij dachten meteen al dat het geen doelpunt was. Nee, dit is duidelijk. Het komt niet eens in de buurt van het doelpunt. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Christophe Kramer. Wood. Overtreding, vrije trap. Daar zit de tegenstander tussen. Hij is langs de verdediger. Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. De bal wordt kalm rondgespeeld. Oh! Wat gaat hij ervan maken? Sigur Rosson met de corner. Ik had meer verwacht van deze aanval. Als ze snel handelen, kunnen ze toeslaan in de omschakeling. Kunnen ze deze counter ook uitspelen? Ja, dat is dan. Dat moet hem zijn voor Gomez. Spektakel, bal terug van de paal. Kiest hij voor de voorzet? Hij heeft er in elk geval genoeg tijd voor. Williams. Kijk nou. En nu scoren. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Christophe Kramer, Pulisic, Matuidi, Sigurðsson. Volkomen terecht dat de scheidsrechter het spel niet stillegt. Ze blijven in balbezit en zo hou je tempo in het spel. Ja, en zo ontneem je ze geen kans en je houdt het tempo erin. Williams. Uithalen zou ik zeggen. Tussen de palen. Pas een paar minuten in het veld en dan scoor je. Ja, daar droom je als invaller van. Gauw wissel hoor van de trainer. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Ja, dat voelt lekker hoor. Zo op het laatste moment toch nog eentje bijprikken. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. De vierde official geeft aan dat we 5 minuten blessuretijd krijgen. Sigurðsson, daar wordt de bal prima afgeschermd. Aoko. Gregory van der Wiel. Matuidi. Sigurðsson, Matuidi, Bernardo Silva. Heerlijke bal van Matuidi. Geen aanval die we ons na afloop nog zullen herinneren. Matuidi, Christophe Kramer, Romain Saïs. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. Gaat op het doel af. Knap afgeweerd. Die bal is voor de tegenstander. De paas lijkt goed. Knap verdedigd. Een geweldig antwoord op deze aanval. Wood. Sigurðsson. Die blijft keurig in balbezit. De wedstrijd is afgelopen. Real Madrid wint. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg.
Nou, wat een fantastische wedstrijd van hem. Hij scoorde aan de lopende band, Evert. En die maakte echt het verschil vandaag.